Aziatische hoornaar, een invasieve exoot, is al een aantal jaar in ons land te vinden. Doordat de hoornaar een gevaar vormt voor inheemse insecten, wordt het soort bestreden. Ook in Nijmegen zijn ze actief op zoek naar nesten van de hoornaar. In de Nijmeegse wijk Lindeholt werd al enige tijd gezocht naar een nest van de Aziatische hoornaar. Een lokale imker zag de insecten regelmatig rondvliegen. De hoornaar vormt een gevaar voor inheemse insecten en dus ook voor de bijen van de imker. De zoektocht bracht niks op, totdat Noah met zijn familie de hond ging uitlaten. Ja, wij waren aan het lopen met de hond en wij kwamen aanlopen en ik zag in één keer iets in de boom. En ik dacht, wat is dat nou weer? En toen bleek het dus een nest van een Aziatische hoornaar te zijn. Noah wist nog niet gelijk wat hij in de boom zag hangen. Maar toen hij een viral filmpje van de Aziatische hoornaar zag, viel het kwartje. Ik dacht, ja, wat is dat? Is het iets van een wespennest? Maar toen zagen we een filmpje dat het dus Aziatische hoornaars waren. Ik wist niet eens dat die dingen bestonden, maar het is wel cool om dit te zien. Noah is gek op de natuur en gaat daarom elke dag even kijken bij het nest. Helaas kan dat niet lang meer, want het nest wordt zo snel mogelijk verwijderd. Je ziet ze wel regelmatig in en uit gaan, dus dat is wel cool. Ja, het gaat het straks weggehaald worden door een imker. En dan gaat het onderzocht worden, dan wordt het leeg stofzuigd. Dan wordt het door midden gehaald, laten ze het invriezen en dan gaat ze het onderzoeken.